Hallo en welkom op deze extra video op Slijm dit zondag van mij. Ik had laatst Nickelodeon slime gemaakt, dit paarse. Mijn vrouw had dit blauwe Nickelodeon slime gemaakt. Zo ziet het eruit. Kijk, het is echt fantastisch slijm. We hebben het zelf gekocht bij de Intertoys. Het slijm is echt goed. Maar wat ik dus in de comments te lezen, wat ik in de comments las en mijn vrouw ook. En dit slijm is ook echt goed. Wat ik in de comments las, dit is wel leuk, is dat sommigen van jullie denken dat dit eetbaar is. Want ik krijg dan in de comments staan van, dit slijm kan je eten. Nou, in de televisieshow van Nickelodeon, daar hebben ze ook speciaal Nickelodeon slijm. Dat is eetbaar. Nou, ik heb het opgezocht, dat is, wat is het? Volgens mij is het vanillepudding met kleurstof. Dit is niet eetbaar. Nou, ik heb ook even de verpakking er opnieuw bij gehaald. Oh, dat gaat fout. Kijk, waar is dat NL-gedeelte? Waarschuwing, gevaar van verstikking vanwege kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. En niet bestemd voor consumptie. Je moet dit dus niet opeten. En die andere, die blauwe, die heeft hier NL. En ook daar staat niet bestemd voor consumptie. Dus eet dit niet op, daar word je heel erg ziek van. Dit is niet hetzelfde. Ik zou wel een keer Nickelodeon slijm kunnen maken dat wel eetbaar is. Dus dat is dat vanillepudding eigenlijk in een pakje met poeder en dan melk voor volgens mij erbij. Kleurstof. En dan heb je datzelfde. Maar dit slijm bij de Intertoys gekocht, is absoluut niet eetbaar. Dit is niet geschikt om te eten. Dus ga dit niet verwarren met dat slijm wat je in de televisieserie ziet. Dat is speciaal gemaakt om op te eten. Dit is speciaal gemaakt om mee te spelen en niet om op te eten. Nou, dat wilde ik nog even zeggen. Omdat ik het te vaak in de comments zag staan. En mijn vrouw zag het ook te vaak in de comments staan. Dat je dit kon opeten. Dus ga dat niet doen als je het koopt. Ja? Oké. Nou, dat was hem. Tot de volgende keer. Doei doei.